We gaan amandelkoekjes maken, heel snelle en lekkere koekjes. We beginnen met het smelten van kokosvet. Ik heb 1 eetlepel nodig. Ik ga dat rustig laten smelten. En ondertussen ga ik havermeel maken. Dat is heel eenvoudig. Havermout mixen en je hebt havermeel. Een nog snellere oplossing. Je kan ook havermeel kant-en-klaar kopen. Ziezo. Daar mag amandelmeel bij. Ook dat kan je perfect zelf maken. Gewoon blanke amandelen mixen en je hebt amandelmeel. Een beetje kaneel, ongeveer een halve theelepel. Snuifje zout. Er mag ook een beetje bakpoeder bij, ongeveer een halve theelepel. 1 eitje. En om de koekjes te zoeten ga ik ahornsiroop gebruiken. En daar mogen 2 à 3 eetlepels in. En voor een frisse toets mag daar nog een beetje citroenzesten bij. Het is wel altijd goed om biologische citroenen te gebruiken, want we gebruiken de schil. Maar we willen natuurlijk niet dat daar allerlei pesticiden op zitten. De kokosolie erbij. En we gaan dat mixen. Ik ga de koekjes direct in de airfryer mand maken. Je kunt dat met een lepel doen, hoopjes erin scheppen en dan wat platduwen. Maar ik ga er bolletjes van rollen. Het is altijd leuk als ik aan het bakken ben, zo een beetje met de handen en dan wat platduwen. Als het beslag te veel aan je handen plakt, dan kan je handen ook een beetje bevochtigen en dan gaat dat makkelijker. Voilà, heerlijke amandelkoekjes. En een belangrijke tip, ze zijn het lekkerste als je ze meteen opeet. Want als je ze houdt tot morgen, dan worden ze een beetje zachter. Wat je eventueel wel kan doen, is ze bevochtigen met water en nog heel eventjes in de airfryer steken. Geniet ervan.